Breda Nu. Je weet het meteen. De herdenking van de Kristallnacht is in Breda in de loop der jaren een traditie geworden. Destijds begonnen op initiatief van Rob Kremer en tegenwoordig onder voorzitterschap van Jan Hopman en het bestuur. Nou, we willen eigenlijk toch nog meer het onderwijs erbij betrekken. Ik denk een verjonging van de Kristallnacht. Het is mooi dat we deze tocht hebben. Van de kathedraal naar de synagoge, dan naar de moskee. Maar dat we het onderwijs ook nog meer geïnteresseerd krijgen. Dat is onze wens. De nacht van het gebroken glas is aangebroken. De maan is er stil van. We zitten op de grond. Ik, papa, mama. Discriminatie en uitsluiting zijn terugkerende verschijnselen die daarom een voortdurend weerwoord en tegenreactie vereisen. Ja, dat heeft veel te maken met de angst voor het vreemde. En ook de angst voor het eigen bestaan. Dus er is sowieso in heel Europa is er veel bestaansangst. Mensen zijn bang om hun baan te verliezen, om hun relatie te verliezen of om hun woning te verliezen. En die onzekerheid die bestond er eigenlijk al voordat we de vluchtelingen zo massaal naar Europa komen. Maar omdat die vluchtelingen mogelijkerwijs concurrenten zijn op deze gebieden, wordt die angst omgezet in vreemdelingenhaat tegenover de vluchtelingen. En dan vertrekt de tocht vanuit de Sint-Antonius-kathedraal naar de Joodse synagoge in de Schoolstraat. Het artikel 1 monument in het Valkenberg. Misselijk van je. Walg van je. Jij bent geen haar beter. Al die rechtse praatjes van je vader en je loopt gewoon mee. Ik kan die niet meer tegen. Het spijt me dat je zo bent en het spijt me dat je zo blijft. Maar ik ben, of ik blijf wie ik ben en ik geef om die mensen. En tot slot de Turkse moskee. Kristallnacht is verschrikkelijk en mag nooit meer gebeuren. Uitsluiting mag nooit meer gebeuren. We moeten het proberen in de stad van Breda, met al onze verschillen, met al onze achtergronden, voortdurend verbindingen met elkaar te maken en bruggen met elkaar te slaan. Maar doe het ook richting mensen waarvan je zelf denkt, daar heb ik heel weinig mee. Die hebben opvattingen die ik eigenlijk abject vind. Die hebben een gedrag waar ik eigenlijk helemaal niks mee heb. Die zien er misschien gekleed uit, waar ik helemaal niks mee heb. En die hebben misschien een politieke voorkeur, of een seksuele voorkeur, of een muzikale voorkeur, om het maar heel belachelijk te maken, waar ik niks mee heb. En als we daartoe bereid zijn, ook op individueel niveau, dan zal het lukken om buiten de Kristallnacht herdenking, wat voor ontzettend grote waarde is, naast alle andere activiteiten, Vredesweek, wat heel erg belangrijk is, de herdenking van 4 en 5 mei, zal het ons als stad, als Breda, lukken om één samenleving te blijven. De Joden zijn natuurlijk in die tijd uitgesloten en dat raakt me dat ze in deze tijd, je ziet ook steeds meer uitsluitingen van met name moslims of andere gelovigen, dat merk je wel. Ik heb het gelezen, ik heb het ook onderzocht, want het is natuurlijk, blijft interessant om altijd terug te lezen hoe de geschiedenis in elkaar heeft. Want wij moeten met z'n allen, de gehele mensheid moet dat blijven terug herdenken. Dat is heel belangrijk, omdat we dan eigenlijk weten wat de mens fout heeft gedaan. En wij moeten daarvan met z'n allen gaan leren. En als we dat met z'n allen zullen doen, zal dat geloof ik wel goed komen. Breda Nu. Je weet het meteen.